Welzijnswerk Heemskerk organiseert nu een BMX leerdag. Vertel er eens wat over. Vanuit het jongerenwerk kan we achter dat veel kinderen hier bezig houden met fietsen. Ze zijn vaak hier aan het fietsen. Het is ook een skatebaan, maar je kunt ook hier met zo'n fietsen, zoals je ziet op de achtergrond, kun je ook lekker stunten met de fiets. En toen dacht ik, nou, het is straks vakantie, is het niet leuk om misschien iets te organiseren wat te maken heeft met fietsen? Zodoende hebben we vandaag een BMX-kliniek georganiseerd. Je organiseert het, je bent vanuit de gemeente, vanuit welzijnszorg, wordt dat gefaciliteerd. Je zit ook met andere sportzaken die jullie organiseren. Ja, vanuit het jongerenwerk, vanuit de preventieve kaart proberen we dus activiteiten voor jongeren te organiseren. Zodat we de jongeren beter leren kennen. Zodat we een beeld krijgen van wat speelt er nou bij de jeugd. En dus de activiteiten zijn meer een middel dan een doel. En door te organiseren heb je gewoon contact met de jeugd. En je probeert dan iets te organiseren wat dicht bij de jongeren staat. Zoals doen we samen met het team Sportservice doen we veel activiteiten bij het Kruifkoord. We doen hier wat activiteiten. In de sportzaal organiseer ik voetbal en sport. En nogmaals, de gemeente Heemskerk staat hier volledig achter. Ja, er staat volledig achter. Ja, dat is juist een onderdeel en een eis om dit te organiseren. He, zodat we echt iets kunnen betekenen voor de jeugd. En vaak vanuit, als je de jeugd kent, worden vaak dat soort jongeren ook weer vrijwilligers. Zoals hier zijn een aantal jongeren die hier rondlopen, zijn allemaal vrijwilligers van Stichting MET. Keen en Joost, twee instructeurs hier van de BMX. Jullie zijn nu bezig met de jongens les aan het geven. Is dit begin of is dit al gevorderd? Ja, we beginnen bij het begin, want je weet niet wat de niveaus zijn. En dan bij het begin kan je een beetje al zien wie iets verder is en wie nog niet daar is. En dan kan je een beetje daarop, daarop inspelen. Joost, zijn jullie zelf BMX'ers? Hebben jullie gefietst of is dit gewoon puur hobby? Ja, we zijn jarenlang bezig al hè, met BMX. Ook organiseren we heel veel wedstrijden en activiteiten, want we willen dat die scene ook levendig blijft. Ja, BMX'en, dat zit eigenlijk altijd wel in je hart en dat blijf je toch altijd wel. Dus Kane die is ook pro-BMX'er geweest voor SoulCycle Amsterdam. Dus proberen we die kinderen hier ook een beetje blij te maken. En we beginnen altijd met de basis. En zo gaan we het uitbouwen. Is er in Heemskerk een BMX-vereniging waar de kinderen gewoon wedstrijden ook kunnen gaan rijden? Wij komen zelf niet uit Heemskerk, dus dat durf ik je eigenlijk niet te zeggen. Oké, laat ik het dan anders zeggen. In Velsen-Noord is een hele professionele BMX-vereniging. Waar de kinderen dus van hoog tot laag wedstrijden kunnen spelen. Is dat niet het uiteindelijke doel? Kijk, dat is echt de racetak hè, van het BMX'en, denk ik, waar je het over hebt. Dus dat is echt zo snel mogelijk, binnen zo'n kort mogelijke tijd, een parcours rond te rijden. Ja, en dit is wel echt voor de fun. Hè. Je gaat natuurlijk je grenzen verleggen, uitdagingen. Je probeert steeds verder te gaan met je trucjes en het uit te bouwen. En steeds die uitdaging te zoeken. En daar haal je heel veel plezier uit. En het is dus in vakantieperiode, zoals het nu is, de kinderen achter de PlayStation weg, op de straat, op de fiets en lekker bezig zijn. Juist. Altijd goed. Ja, En kan dit een vervolg krijgen dat je wel naar een racetak toe gaat? Ja, ik denk het wel. Je kan van hier naar racen gaan. Of je kan van hier dit verder doen. Dus het verder ontwikkelen om ook professioneel hier te worden. Laatst is het ook, dit gaat ook in de Olympische Spelen waarschijnlijk komen. Net zoals skateboarden dat ook doet. Je staat hier met 6 vrienden. Jullie zijn nu met z'n zevenen. Wat is het meest spectaculaire van de BMX? Je moet je geconcentreerd houden. En je moet, bij een wheelie moet je je rem bijhouden. En dat. Zijn die remmen heel belangrijk? Ja. Waarom? Want als je te hard gaat en je gaat naar achter, dan val je op je rug. Ja, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Is het sowieso heel gevaarlijk een wheelie? Als je je rem er zo bij hebt, is het niet gevaarlijk. Maar je kan niet op te hoge snelheid? Jawel, alleen in het begin, als je een beginner bent, ja, dan niet. Jij bent geen beginner? Nee. Joost, het gevaar. De blessures. We hebben alle twee wel een nodige portie blessures gehad, hersenschuddingen. Dat begin je wel te merken. Kijk, en daarom hebben we ook bij de workshops, daar kiezen we er echt voor hè, dat die kinderen gewoon standaard knie- en elleboogbescherming en een helmpje op hebben. Dat is bijna dus dat een is must, echt, hè? Ja, dat is wel van belang. Zeker als je begint en nieuwe dingen gaat oefenen, dan is het echt heel belangrijk, ja.
Ik heb begrepen dat het A, een gevaarlijke sport kan zijn, met vallen. En B, dat het, als je het wat meer op het racen gaat doen, dat het een hele dure sport is. Klopt dat? Ja, maar ja, heel duur. Ik weet niet of het echt heel duur is. Om te beginnen valt het wel mee. Kan je voor 250, 300 euro kan je al een fiets hebben. Stel je voor, je begint en dan denk je van, oh, dit is echt wat ik helemaal voor wil gaan. En dan kan het wel duurder worden. Maar ik denk dat dat een beetje met elke sport een beetje dat zo is.